Dit is hem dan, de Eco Lodge, een soort drijvend vakantiehuisje, voorzien van alle gemakken. Ja, we hebben hier alles bij de hand. We hebben een toilet, we hebben een keuken en elektriciteit aan boord. En twee slaapplekken. Het is geen luxe hotel, maar het is wel een basis. En met een beetje geluk zie je straks vanuit de lodge bevers voorbij zwemmen. Nu ligt hij namelijk nog in recreatiegebied De Vinkenwaard bij Alblasserdam. Maar binnenkort gaat hij naar de Dordtse Biesbos. Met een boot word je gebracht of je vaart zelf naar de Eco Lodge toe. Je gaat daar je ding doen, je maakt je bed op, je maakt wat te eten klaar. En je gaat heerlijk genieten van de natuur. Om je heen, links, rechts, boven, onder, alleen maar natuur. En het ontwerp is een schot in de roos. De Biesbos krijgt nu twee Eco Lodges. Maar het lijkt erop dat er ook grotere opdrachten gaan volgen. We zijn inderdaad nu in gesprek met London Green Parks, die interesse heeft getoond in deze lodge. Ook weer omdat die anders is qua vorm, qua beleving, qua materialisering. Niet de standaard lodge in de vorm van een tent of iets dergelijks. Vanaf wanneer een weekendje Eco Lodge in de Biesbos geboekt kan worden, is nog niet bekend. Eerst moet het natuurpark nog een uitbater vinden.